Leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik heb net zoals je kunt zien misschien een video opgenomen. Ik heb geen statief, dus er staat nu een krukje met een H&M doos, met mijn Isabelmarant doos en 3 doosjes van bij Shure als mijn statief. Mijn camera is bijna leeg, zie ik. Maar wat ik vandaag ga doen is ik ga zo meteen met Char naar de Kamer van Koophandel. Naar het gemeentehuis om ons Kamer van Koophandel nummer aan te vragen. Ik ga even deze zooi hier opruimen met alle kleding. De video is afgelopen donderdag voor jullie als het goed is online gekomen. Dus ik zal me aan het einde van de video even zeg maar doorlinken zodat je hem kan kijken als je dat wilt. Ga ik vandaag nog meer doen. Daarna ga ik naar school. En daarna vanavond ga ik dansen. Dus dat is wel heel erg leuk. Deze week komt ook de Vlot website online. Dus ik ben zo benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. Oh my god. Maar goed, ik ga even mijn camera aan de oplader doen. Dan kan ik hem nog meenemen strakjes. En dan zie ik jullie zo meteen weer. Kijk waar we zijn geweest. We hebben ons nummer. Eindelijk. Dus nu, in deze vlog komt de website online. Echt? Ja. Zo officieel. Ja, hij zit lekker op, precies op het dingetje. Ja, nou, je mag je hem zo wat terug doen hoor. Wat dieper erin doen. Mm-hmm. En wat van achter. Maar dan geef hem eerst even wat lucht. Hè? Ja. Hoi! Hola. Jane is weer lekker opgemaakt, want wij moeten dansen. Het is nu 7:15 of zo. We moeten om 7:30 doen. Bijna dood kindjes. Tot 8:30 moeten dansen. Hoi. Hoi. Kan ik nou of wat? Oh. Zo, kan het raam misschien een beetje dicht? Beetje koud hier. Moeten we nu nog mijn les ophalen? Ja, ik had de kachel een beetje hoog gezet, dus ik had het stik heet. Heb jij geoefend voor dansen? Ja. Echt? Als het dief is, maar ik heb het laatste stukje niet in mijn hoofd. Ik heb Charlie nog en ik zeg, ik heb echt goed geoefend, maar ik snap het laatste stukje gewoon echt niet. Want ik kan namelijk dat filmpje, die krijg ik maar niet in slow motion. Nee. Dus wat moet je dan doen? Dan moet je maar de hele tijd gaan zitten kijken en het elke keer terugspoelen. Ja, ik heb zeg maar het stuk van vorige week weet ik niet, maar die van daarvoor toen ik er wel was wel een beetje. Ja. Maar ja, ik heb wel geëft. Dat zei ze. Ja, ze heeft niet gereageerd, maar ze heeft het ook niet gelezen. Dus ik denk al dat ze voor de groep stond. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag en ik heb een klein beetje haast. Want het is namelijk 28 en om 30 moet ik bij Char zijn. Maar goed, zij is ook altijd te laat, dus maakt niet uit. Ik heb deze trui vandaag aan van de H&M. En op mijn rug staat dan Get Off My Back. Maar die heb ik dus al van vorig jaar zomer. Dus die is allang niet meer te koop. Grijze broek van de Pies en mijn Isabelmarant. Mijn haar ziet er echt niet uit. Maar ik heb echt geen zin om er even wat anders mee te doen. De tas is beneden ingepakt. Wat moet nog meer mee? Telefoon nog mee. Hoortjes kunnen eruit. Handschoenen moeten mee. Oh, en dan zie ik jullie vanavond. Want ik ga uit school. Ik zit tot 4 uur op school. Dan ga ik sporten met Zoe. Ga ik sporten. Dus ja, en op school mag ik niet filmen, dus ik zie jullie straks weer. Oké, ik ben thuis uit school. Vanmorgen had ik een beetje haast, dus vandaar dat het een beetje vlot was. Ik heb een pakketje binnengekregen, die ga ik zo meteen even openmaken. En ik wilde mijn plankje even laten zien, want ik heb dus mijn plankje veranderd. Nu staat hij zo. Als je niet weet waar deze schoenen van zijn, moet je even de video van afgelopen donderdag kijken. Daar komen ze in voor. Dit is een luchtje van Dior. Een bakje komt van H&M. Die komt uit Ibiza. Die twee heb ik gekregen. Dus ik weet niet waar ze van zijn. Gucci en deze komt ook uit Ibiza. En ik krijg deze nog in één slag groter van de H&M. Die heb ik besteld. Die kan elk moment binnenkomen. En die wil ik dan hier zo neerzetten. Het leuk. Maar goed, ik ga even dat pakketje openmaken. Ik heb dit gekregen van het Instagram account. Of nou, ze hebben ook een webshop. Maar ze hebben mij benaderd via Instagram van Xava Must Haves, als ik het goed uitspreek.
Van hun heb ik het ontvangen. Het is dus een hoedje, maar ik weet dus niet of mij dit mooi staat of niet. Oh god, hij is best wel groot voor mijn hoofd. Even in de spiegel kijken. Hij is echt best wel groot. Ik voel me een beetje Zwarte Piet. Maar ik vind hem wel heel erg leuk. Alleen misschien heb ik gewoon een iets te klein hoofd hiervoor of zo. En het staat me denk ik gewoon niet. Maar ik vind hem wel heel erg leuk. Ik had vorige week trouwens zelf ook nog wel besteld bij een boutiqueje. Maar het is best wel dom. Want ik kan dus de website van het boutiqueje niet meer vinden. Maar ik heb zo'n riem besteld. Die je dan zo om je middel moet doen. Even laten zien. Even kijken hoe die zit. Moet je dan zo vastmaken. Zo, en dat is dan heel erg leuk. Bla bla. Ik dacht, dit is wel leuk op een flare. Maar die heb ik dus besteld. Maar ik weet dus niet meer hoe dat webshopje heet. Want het was zo'n klein boutiqueje. Maar goed, ik heb hem wel gekocht. Dus die wil ik wel even laten zien. Ik ga hem nu even omkleden. Want het is nu 5:10. En ik heb afgesproken met Zoe om te gaan sporten. Want we werken dus allebei bij Multersport. Dan kan je gratis sporten. Ik weet niet of ik dat vanmorgen ook heb verteld. Maar in ieder geval, we gaan dus samen sporten. Ik heb om 5:10 bij Zoe afgesproken. Dus ja, en vanavond ga ik lekker pasta pesto eten. En daar heb ik echt zoveel trek in. Niet normaal. En trouwens, voor de mensen die de winactie van M&M Boutique niet hebben gewonnen. Er staat weer een nieuwe winactie online. Deze keer hoef je niks te kopen voor een loodje. Maar ik zal hem eventjes laten zien. Je gaat naar het Instagram account van M&M Boutique. En dan staat deze foto open. Even kijken hoor. Dan zie je deze foto staan. En wat je daarvoor moet doen, is je moet daaronder reageren. Je moet je wishlist van Joy maken. En dat zet je dan in je Instagram story. En dan 20 december toch? Als ik het goed heb. Ja, 20 december worden er 5 winnaars uitgekozen. En uit je verlanglijstje krijg je dan 1 item. Dus stel jij hebt 4 soorten ringetjes. En jij wint, krijg je 1 soort ringetje. Vet leuk. Dus ja, en je moet dan ook je vrienden erbij intaggen in je story. En je moet ook even de lijst in de reacties plaatsen. Super leuk. Zou ik zeker doen. Ik zou even het Instagram account even in de beschrijving zetten. Dan kan je gelijk doorklikken. Ja, ik ga hem even omkleden. En dan met Zoe sporten. Vrijdag of donderdag hebben Miel en ik 2,5 jaar. Dus vrijdag gaan we samen met eten bij Doetje in Rotterdam. En zaterdag komt de Vlot website online. En in de avond heb ik een feestje samen met Zoe. Dus dat is ook heel erg leuk. Dus ja. Ik ga omkleden. Ik ben weer terug van het sporten. Ik heb daar niet gefilmd omdat we gingen echt maar een heel klein uurtje sporten. Omdat Zoe die, weet dat, had een diner. Dus daar moest ze naartoe. Dus we moesten al om 6 uur weg. Dus we gingen van 5 tot 6 even sporten. Maar morgenavond gaan we weer. Want bij ons werk is er dus ook een man en die kan schema's maken. Dus die gaat morgen voor Zoe en mij samen een schema maken voor de komende 3 maanden. Om eindelijk lekker goede pillen te krijgen. Dus morgen gaan we weer. Maar dan gaan we eerst even van 7:15 tot 8:00 gaan we even zelf onze buik en armen en rug en zo trainen. En dan vanaf 8:00 gaat die man een schema voor ons maken. Dus dat is vet chill. Trouwens, ik heb gisteren wel gefilmd, maar ik heb helemaal niet meer verteld. Ik heb mijn derde gaatje laten schieten aan deze kant. Want aan deze kant had ik hem al, voor de mensen die mij kennen. Die weten dat ik hier 3 gaatjes had. Maar hier had ik altijd maar 2. En toen, gisteren was ik met Char, gingen we natuurlijk naar Kamer van Koophandel. En toen hadden we nog tijd over en we waren heel dichtbij de stad. Dus ik zeg, ja, zullen we even weer een gaatje laten schieten? Dus ik had het wel gefilmd voor jullie, maar ik had het helemaal nog niet verteld. Maar het doet nu al geen pijn meer, dus dat is goed. En ik ga lekker in mijn bed liggen. En lekker filmpjes kijken. Ik ben dus ook een presie aan het maken voor school. Maar ik snap er niet heel erg veel van. Want ik heb er nu 2. Eentje voor vaktheorie en eentje voor Engels. Oh, nee. Bijna verwijderd. Maar ja, ik vind de presie maken op zich best wel leuk. Maar het is nog niet heel erg mooi ofzo. Ik moet het nog een beetje. Want dit jaar, ik zit nu in mijn tweede jaar van mijn examen. Of 2 jaar, zo. Ik zit nu in mijn tweede jaar van de opleiding. Maar we moeten dit jaar dus ook wel examen doen en zo in een paar vakken. En ook allemaal presentaties maken en houden. Dus dat wordt leuk. Ik ben echt heel slecht in presenteren. Maar ja, het komt allemaal wel goed.
Heb ik mijn leukste nieuwe schoen al laten zien? Volgens mij wel. Ik ga nu even een video bewerken die aankomende donderdag online komt. Voor jullie afgelopen donderdag. Die moet ik even bewerken. Kan ik hem online zetten? Of inplannen alvast. Dus dat is wat ik nu ga doen. En dan zien jullie mij morgen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag alweer woensdag. En het is nu 9:10. Daarom lig ik nog op bed, want ik hoef pas om 9:30 weg. Ik zit namelijk vandaag van 10 tot 5. Ja, van 10 tot 5 op school. En daarna ga ik snel naar huis om te eten. En daarna ga ik met Zoe naar Mildersfort. Althans, Zoe is er al, want die moet werken. En dan krijgen we dat sportschema, gaat die man voor ons samenstellen. Volgens mij heb ik dat gisteren al verteld, inderdaad. Maar we krijgen in ieder geval een sportschema. Die gaat die man voor ons maken. En dan daarna ga ik bij Miu slapen. Want morgen zijn we 2,5 jaar samen. Het klinkt zo kort en het lijkt zoveel langer. Maar eigenlijk als je erover nadenkt is 2,5 jaar echt best wel lang. Ik ga er maar vanuit dat, zeg maar, ik ben nu 18. En ja, 18,5. 2,5 jaar geleden was ik 16. En ja, dat klinkt gewoon echt vet lang geleden. En daarom gaan we vrijdag ook samen uit eten in Rotterdam bij Loetje. Heb ik dat al verteld? Ik heb echt geheugenverlies of zo. Ik weet het echt niet meer. Maar in ieder geval vrijdag gaan we het eten bij Doetje. Dus dat is echt vet gezellig. Ik heb even net een video geüpload. Want die komt morgen online. Voor jullie staat die al online. Afgelopen donderdag is een wintershoplog. Hij is niet heel lang geworden. Vind ik wel jammer. Maar ja, ik heb weer een extra video. En dat vind ik wel heel erg leuk. Ik ga even mijn tas inpakken. Want vandaag heb ik praktijk. Dus ik moet mijn handdoeken meenemen. Dus voor de mensen die het niet weten, ik doe de opleiding allround schoonheidsspecialist. En heb je dus ook praktijk. En vandaag hebben we massage. Dus dan moet ik mijn handdoek even meenemen. En ik neem ook mijn laptop mee. Kan ik lekker filmpjes kijken in de les. Wat ik aan heb is deze trui van G's Louise. Maar al van een oudere collectie. Dus die is niet meer te koop. Mijn ringen. Deze is van Buddha to Buddha. Deze is van Eden. Deze bovenste is van Eden en die met die sterren van M&M Boutique van Joy. Deze middelste is van Joy en deze is ook van Joy. Mijn kettingje is ook van Joy. Die is ook van M&M Boutique. En mijn oorbelletjes. Au. Deze ook van Joy van M&M Boutique. Die middelste van Eden en die laatste is een knopje. Want die heb ik afgelopen maandag laten schieten. Dus dat was het wel. Ik wil eigenlijk ook even nagellak meenemen naar school om mijn nagels opnieuw te lakken. Dus ik denk dat ik dat ook ga doen. Gewoon dezelfde kleur, want die vind ik wel mooi. Dat is die van Kiko in 013. Deze. Dus die ga ik ook even meenemen naar school. Ik ben thuis uit school. Het is nu 4:15. We mochten om 3:15 weg, want onze mentor die was jarig. Dus ja, anders zat zij ook tot 5:00 op school. Ze zei, weet je, ga jullie maar lekker naar huis. Ik heb net even foto's gemaakt voor de thumbnail. Dus die ga ik zo meteen eventjes bewerken. Ik weet niet, ik heb vandaag niet zo mijn dag of zo. Het regent ook buiten en het is koud en het is donker. En ik weet niet, ik heb gewoon niet echt mijn dag of zo. Vanavond ga ik dus naar Zoe. Ik ga naar werk, want daar is Zoe. En dan ben ik nieuws slapen. Volgens mij heb ik dit allemaal al verteld. Van lekker in herhaling. En er, vet raar, zo vandaag dat bakje vandaan en wat ik heb, die waar mijn sieraden in zitten. Oeh, ik zal hem even laten zien. Of althans waar alleen mijn oorbellen in zitten, deze. Die is dus van de H&M. En ik wilde er nog eentje in een slagje groter om de rest van mijn kettingjes en zo in te doen. Dus die had ik besteld zaterdag, volgens mij, zaterdag. En die zou vandaag bezorgd worden. Dat stond ook bij PostNL vandaag tussen 12:15 en 3:15 of zo. Kijk ik net op de PostNL app, staat die dat die morgen bezorgd wordt. Dus dat die helemaal niet meer komt vandaag. Lekker dan. Maar ja, ik wilde het laten zien, maar er staat mijn adres. Dus ik ga het niet laten zien. Maar er staat nu dat het tussen tussen 12:15 en 3:15 morgen wordt bezorgd. Maar dan ben ik op stage. Maar ja, mijn oma is gewoon thuis. Want mijn oma die komt altijd op maandag en donderdag hierheen. Niet dat je denkt dat mijn oma hier woont, maar die komt altijd. Dus dan kan zij het aannemen. En goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag de 29e. En dat betekent dat Milan en ik 2,5 uur samen zijn. Echt vet lang. En echt heel erg leuk. En daarom gaan we morgen uit eten. Hebben we volgens mij ook al verteld. Het is nu 10:30. Ik ben net thuis. Ik heb een meal geslapen. Ik heb even gedoucht, even make-up gedaan. En ik ga even wat droge shampoo in mijn haar doen. Ik gebruik
deze van Batiste. Maar die is bijna op. En hij geeft een witte waas. Dus ik hoop dat die witte waas op tijd weg is straks. Maar... Oh, is die nou op? Oké, zoals je kan zien is die niet op. Hij zit er nu maar. Ik ga het heel even zo laten zitten. Ik doe even mijn geurtje op. Dit is van Yves Saint Laurent Mont Paris. En dan moet ik vandaag voor stage lopen tot 9 uur. Morgen van 9 tot 6. En ik ga even een foto in mijn Instagram story zetten. Van Miel en mij. Maar even kijken welke. Want Miel houdt niet zo van foto's maken. Waardoor we ook niet zo heel veel foto's hebben samen. Ik ga even lekker ontbijten. Even mijn warme sokken aandoen. Want ik heb zulke koude voeten. Dat is niet normaal. En dan om 10:45 komt Charme ophalen. Oh ja, en ik kreeg heel erg veel vragen in mijn vorige week vlog van waarom mogen jij en Char niet meer samen dan? Ik neem het nu gewoon even mee naar beneden. Gaan we even ontbijten. Ik kreeg heel veel vragen van, want ik had gezegd dat Char en ik niet meer samen mochten zijn op stage. Maar wij zijn de enige twee stagiairs daar. Dus ze willen natuurlijk gewoon dat wij een soort van de taken verdeeld doen. En nu deden we elke keer alles samen. Samen met pauze, samen handdoeken vouwen, samen schoonmaken. En ze willen nu gewoon zeg maar dat als de een bijvoorbeeld handdoek aan het vouwen is, dat de ander gaat schoonmaken. Dat ik op zich ook wel snap. Maar ik vind het gewoon niet leuk, want nu ben ik heel veel alleen. Maar ja. Ik ga even een bolletje maken met filet. En dat even lekker opeten. Oké, ik heb gegeten en ik wil jullie nog even laten zien. Want ik heb van Moi The Agency. Sorry, mijn Engels is echt heel slecht. Deze mascara gekregen van Smashbox. En er zit ook een... Het is een full size full exposure mascara. Een deluxe size always on gel liner. En een photo finish lash primer. Van Smashbox dus. En kijk hoe leuk deze verpakking eruit ziet. Ik ga een kerstlook opnemen. Of althans een soort van... Kerstkit Ready With Me. Komt ook met kerst online. En daar kunnen jullie dus dit in zien. Hier ga ik het ook in uitproberen. Dus dat vind ik heel erg leuk. Deze ga ik even hier neerleggen. Als het goed is, komt er vandaag een pakketje van H&M dus. Die eigenlijk gisteren zou komen, maar er niet was. Dit bakje, maar dan een maatje groter. En als het goed is, komt er ook een jas binnen die ik heb besteld. Ik heb namelijk een nieuwe jas besteld. Een panterprint jas, want ik had er al eentje van de Zara. Maar ik zag deze en deze wilde ik echt vet graag. En toen heb ik die van de Zara verkocht via hun Night Wardrobe. En toen heb ik deze gekocht. Deze is van Circle of Trust. En hij is echt... Love it. Althans, dat denk ik dat hij erg mooi is. Ik hoop dat het ook gewoon zo in het echt is. Ik ga even mijn tanden poetsen. En dan ga ik wachten tot het charter is. Want Charlie komt me ophalen. Dit is ook wel, ja. Oh, en het regent buiten, jongens. En ik word zo chagrijnig van dit weer. Waarom kan het ook niet in de herfst gewoon lekker zonnetje zijn? Oké, ik ga... Oh ja, en even nog een beetje die droogzampen eruit proberen te krijgen. Of zeg maar wat minder. Maar ik weet niet of dat gaat lukken. Helemaal, ik ben thuis van stage. En ik heb even een paar pakketjes die ik eventjes aan jullie wil laten zien. Als allereerst... Deze, en ik weet hier al wat er van in zit, namelijk mijn lenzen. En ik heb even mijn flits van mijn camera van mijn telefoon aanstaan, want dan kan je het misschien iets beter zien. Ik heb weer nieuwe lenzen binnen en een doosje. En lensvloeistof. Dus dat is top. Dan heb ik een pakket van de H&M. Kijk even hoe groot die doos is, dat is toch niet normaal. Want ik weet al wat erin zit. En het is iets heel erg kleins. En dan zit er zo'n grote doos omheen. Even een schaar pakken. Stage was vandaag best wel leuk. Maar ook best wel vermoeiend of zo. Ik weet niet. Ik heb echt heel erg veel pijn aan mijn voeten. En aan mijn rug. Maar het was wel gewoon leuk. En morgen dan van 9 tot 6. De doos openmaken. Kijk even serieus, hoe groot de doos opsturen voor zo'n kleine inhoud. En de inhoud wordt nog kleiner, want deze doos... Er zit ook nog iets kleiners in.
heb namelijk dit bakje besteld. Ik had het volgens mij al laten zien. Ik heb hem al in een slagje kleiner. Kapotje leuk. Vandaan hem dus. Ik heb hem dus al in een slag kleiner staan. En hier wil ik dan alle kettingjes en zo in gaan doen. Oh, ik vind dit soort stickertjes altijd zo irritant als dat erop zit. Ik krijg het er gelukkig wel makkelijk af. Deze even. En deze laat ik even zitten. Deze was volgens mij 10 euro. Dus valt wel mee. En die kleinere, die is uit mijn hoofd 8 euro. Dus ga ik zo even daarbij zetten. En dan mijn nieuwe jas. Oh my god, ik hoop zo erg dat die past. Want hij is namelijk van de kinderafdeling. Dus ik hoop dat het past. Oh my god, kijk even hoe mooi die is. Oh. Hij is van het kindermerkje in Goldie Trust. Circle of Trust. Het is dus een kinderjas en ik heb een maat 164. Ik hoop dat die past. Echt, oh god. Oh, hij voelt echt heel lekker aan. Kijk, dit is hem. Oh god, ik ga hem even aantrekken. Als die niet past, ga ik heel hard huilen. Ik ga hem even in de spiegel laten zien. Oh my god, ik vind hem echt heel leuk. Maar is die te klein? Hij is toch niet te klein? Hij heeft ook zakken aan de zijkant. Zeg maar, het is een hele mooie lichtbruine kleur. Kan je het goed zien zo? En zeg maar, hierin is het legergroen. Ik vind hem echt heel leuk. Hij was nu in de sale 100 euro. Ik vind hem echt heel leuk. Maar is die te klein? Kijk, als ik zo... Laat zien. Als ik zo mijn armen heb, zo zit die goed. Maar als ik hem zo naar voren doe, komt die zo. Laat even weten in de reacties. Zouden jullie deze jas te klein vinden? Of zit die goed? Ik vind hem wel echt heel erg leuk. Hij is ook niet zo extreem lang. Dat is beter. Hij is natuurlijk van de kinderafdeling. Even kijken als die dicht zit. Hier, dit is die als die dicht zit. Dus hij past wel gewoon... Mooi dicht en pas ook nog wel een dikke trui onder, denk ik. Ja, ik vind hem wel echt heel erg leuk. Ik denk dat ik hem wel ga houden. Ik ga van mijn moeder vragen wat zij van de maat vindt. Ik ga dit doosje even hier neerzetten. Oh, ja. Is die nou anders van kleur? Die grotere lijkt wel iets meer... Oh, zo vind ik hem eigenlijk wel leuker als ik hem zo op elkaar zet. Kijk, het is toch leuk? Dit is die kleinere dan. En dit is die grotere. Zal ik ze naast elkaar zetten of op elkaar zo? Ik weet nog niet. Maar ik vind het wel leuk staan eigenlijk zo. Wat ik nu ga doen is even deze jas uittrekken. Even deze rotzooi hier opruimen. En dan ga ik even lekker op bed liggen. Even een paar filmpjes kijken nog. En dan ga ik alweer vroeg slapen. Morgen moet ik alweer vroeg naar stage. Morgenavond ga ik uit eten. Met Miu dus in Rotterdam. En zaterdagavond komt Vlot online. Ga ik ook filmen. Ik ga de reactie van Charmaine filmen als het online komt. Ik ben echt heel erg benieuwd of het snel gaat. Of dat we nog niks gaan verkopen de eerste keer. Ik ben echt heel erg benieuwd. En zaterdagavond heb ik een feestje. Ik ga lekker nu mijn make-up eraf halen. Tanden poetsen. In bed nog even liggen. En dan zie ik jullie morgen weer. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdagochtend. En ik praat nog een beetje zacht. Omdat mijn broertje nog slaapt. Zoals je misschien naar mijn hoofd kan zien, ben ik echt kapot moe. Ik ga even mijn haar een beetje erboven stijlen, want het is een beetje geen krullen vannacht. Ik heb even met een vlecht ingeslapen. Ik moet vandaag... stage lopen van 9 tot 6. En ik heb even een trui aangedaan, omdat ik het zo koud heb. Deze trui is van de H&M. Met dat ik het voor mijn bek op mijn rug. Maar die is al lang niet meer te koop. Daaronder heb ik deze top van Chiquelle. En gewoon mijn zwarte flarebroek. En daar doe ik mijn zwarte superga's bij aan. Oh, en dat is zo verschrikkelijk. En ik ga zo meteen even mijn eten maken om mee te nemen. En nu eerst even mijn haar doen. En dan vanavond lekker met Miu uit eten. Daar heb ik ook echt heel erg veel zin in. Ik hoop dat jullie me trouwens kunnen horen. Want volgens mij praat ik echt heel zacht. Maar ja, als ik nu normaal ga praten, dan wordt straks mijn poortje wakker. En dat wil ik ook niet. Dus ik ga even mijn haar doen. En ik ga het klaarmaken. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag
zaterdag. En ik zie nu echt dat ik er echt niet uitzie. Maar ik had vannacht bij Milan geslapen. Want gisteravond gingen we uit eten. Het was nog echt een heel erg gedoe. Want we wilden dus bij Loetje eten. Maar we hadden niet gereserveerd. En toen kwamen we daar om 8 uur. En toen zei die man van ja, we hebben om 9 uur weer plek. Dus wij zaten heel erg te twijfelen van oké, gaan we nu een uur wachten. Maar het Loetje in Rotterdam zit bij Kop van Zuid. Dus dat is wel een stukje van het centrum af. Dus konden ook niet even lekker de winkeltjes in. Dus toen zijn we heel veel andere dingen gaan zoeken. En uiteindelijk hebben we ergens in het centrum gegeten bij een leuk restaurantje. Ik weet niet meer eigenlijk hoe het heet. Maar we hebben wel vast voor volgende maand gereserveerd bij Loetje. Zodat we volgende maand wel zeker weten daar gezegd zouden kunnen eten. Maar dan gaan we in Amsterdam in de kerstvakantie. Dus dat vind ik wel echt heel erg gezellig. Verder was het gisteren ook gewoon heel erg gezellig hoor. Alleen vond het wel jammer dat we niet bij Loetje konden eten. Want daar hadden we ons een beetje op verheugd. Maar als we gingen reserveren was 9:15 de eerstvolgende optie. Dus wij dachten ja, we gaan gewoon naar binnen lopen kijken of ze plek hebben. Dat hadden ze niet. Dus nou ja, dat was jammer. En waarom ik niet heb gefilmd is omdat ik met Miu was. En Miu wilde niet op de vlog. Dus vandaar. Nu ga ik werken. Of althans, het is nu 10:45. Ik ga me even snel omkleden. Even mijn badpak aantrekken. Aangezien ik kinderzwemles geef en we een badpak aan moeten. Dus die ga ik nu aantrekken. Dan ga ik daarna heel snel, als ik thuis ben, douchen. Dan ga ik naar shorten, want om 5 uur komt de website van Vlot online. En dan daarna komt Zoe hierheen. Of ga ik naar Zoe, dat weet ik nog niet. Want Felix viert vanavond zijn verjaardag en daar gaan we naartoe. Het is ook heel erg gezellig, zie ik Zoe weer. En dat is dus een beetje planning voor vandaag. Ik moet ook echt mijn kamer op gaan ruimen morgen. Because it's echt een bende. En ik heb net iets heel erg leuks gekocht. Namelijk de presets van Rianne Meijer. Alleen ik moet nog even kijken hoe ik ze zeg maar het mooiste vind. Want ja, je moet toch een beetje je eigen draai eraan geven. Maar dat heb ik in ieder geval gedaan. En ik ga nu even omkleden. En dan zie ik jullie weer als ik terug ben van werk. Onze website staat online. En Charles is nu live aan het gaan. En dan hebben we ook L. Ik krijg allemaal leuke. XS. Laat even die site zien. Leuke dingen. Die site kan je gewoon naar www.vlot-deleeuw.nl. Echt jongen, het is zo leuk. Ik ga even niet op beeld, want ik ben echt net. Jullie opleiding? Ik ben net 5 minuten klaar met zwemmen en ik zie er echt niet uit. Maar nou, het is wel leuk. Oké, ik ga even filmen voor de vloggy. Yay! Huh? Welke maat is je normaal? Hoe kunnen we daarop? Hoe lang zijn jullie al vriendinnen? Kapot lang. We kennen elkaar al? Sinds groep 4. Sinds groep 4. Hi, ik heb een tip. Misschien kunnen jullie beter meer foto's maken bij de items. Thanks voor de tip. Dankjewel. Kan je eens lezen over 1,79? Die had je toch al gelezen? Oh, misschien wil het stopnemen. Ik ben, dit is van Puk. Ik ben 1,79 en weet dus niet of ik de leren broek pas aangezien jij 1,72 bent. Welke hoogte komt, komt hij bij jou bij je enkels? Volgens mij komt hij tot hier zo. Zo mijn hele voet. Eigenlijk even ver als je, ja, als je broek. Broek. Dus misschien komt hij daar dan ietsjes hoger. Ik hoor Kens, of niet? Hey Bensy. Wil je in de vloggie? Nee. Wil je de vlog? Oh. Nee. Het staat online, hè? Ja, ik zag op Instagram. Wil je live? Kom. Nee. Nee. Ik wil er ook niet op, want ik kom net uit het zwembad. Nou Lisa, je bent in de vlog. Hoi Lisa! Dan moeten jullie geen elf van sommige dingen. Zo mooi allemaal. Zo leuk. Heel leuke items. Oh, zo leuke reacties krijgen allemaal. Doen jullie dit allemaal met z'n tweeën? Ja, we doen het allemaal met z'n tweeën. Met mijn hulp. Laat ze even mijn vergeten. Met welke hulp? Oh, je bent baas. Niet zo hard praten. Okay, ik ga even de hele collectie op de vlog laten zien. We hebben een zwarte trui, een rode leren legging. Een blauwe trui, een zwarte leren legging. Geruite jas, zwart colletje, groene legging. Oh ja, de kerstmuziek is natuurlijk op de achtergrond. Zo, dat had ik helemaal niet door. Sterrenbroek, een body. Jullie is zo leuk. Jurkje. Ja, er komt zeker nog meer kleding aan. Jurkje, topje. Vooral met de kerst komen er zeker meer dingen aan. Dus, nou, ik ben thuis van Char. We hebben al echt al vet veel bestellingen meer gekregen. En ik heb even sushi voor mezelf besteld, want daar heb ik echt heel erg veel zin in. Niet zo heel erg veel, maar... Ach, hè. Ik heb het besteld bij Sushi Doremi. Als je in Haag woont, kan je dat dus daar bestellen. Hier erbij zitten 16 Californiërs in en 2 zalm nigiris. Maar het stinkt een beetje. Maar goed.
En dit was dus bij elkaar maar 16 euro. Dat vind ik niet heel veel. En... dat ga ik nu even lekker opeten. Ik pak nog wat extra sojasaus. Because I love sojasaus. Ik ga even een bakje pakken. Waar ik het in kan doen. En dan ga ik dit even lekker opeten.